In het kader van de herdenking van de Internationale Dag voor Mensen met een Beperking heeft president Chandrika Prasad Santokhi een leuke dag doorgebracht met kinderen met een beperking. 150 pupillen van diverse opvanginstellingen zijn door initiatiefnemers Peter Lau, directeur South Square Plaza, en Bianca Graskamp, voorzitter van de stichting Be Art Culture and Sport Empowerment, gisteren in de bloemetjes gezet. Tussen de kinderen waren er ook enkele volwassenen met een beperking aanwezig. Staatsoliemaatschappij Suriname heeft aangegeven dat er voor 2027 geen offshore olieproductie in Suriname zal zijn. Dit op basis van een aantal factoren die uit de huidige exploratiefase naar voren zijn gekomen. President Chandrika Prasad Santokhi geeft onder meer de visie van de regering op de nieuwe verkregen informatie. President Santokhi zegt dat de regering verder gaat met de projecten die ze aan het uitvoeren is. En minister Omar Ramadien van Volksgezondheid heeft samen met volksgezondheiddirecteur Rakesh Gayadar Sukul een werkbezoek gebracht aan de dienst dermatologie. De afdeling dermatologie heeft tijdens dit werkbezoek een presentatie gehouden over de huidige stand van zaken binnen deze instantie. Onder de huidige omstandigheden wordt er heel hard gewerkt om de vastgestelde doelen en taken naar behoren uit te voeren. Dit viel gelijk op tijdens de presentatie. Ook is gebleken dat er afgelopen 15 jaren niet geïnvesteerd is in de gebouwen.